Schilplein in mijn toren. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik sta op dit moment aan het hoofdbureau van Kinderrecht op de auto. En eigenlijk zit ik met een klein probleem. Ik zoek iets. Iets heel speciaals. En hopelijk kan het personeel van Kinderrecht mij helpen om te vinden wat ik zoek. Hey Dave, weet jij naar wat ik op zoek ben? Eline, ben jij niet op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen komen nadenken over inclusie op onze speelpleinen? Inderdaad, Dave. Hey, Matthias, weet jij wie hier allemaal in de werkgroep inclusie mag? Wel, eigenlijk elke animator die minstens 2 weken op de speelpleinen heeft gestaan. Hey Peter, wat doet de werkgroep inclusie eigenlijk? Wel, Eline, we proberen eigenlijk om al onze speelpleinen toegankelijk te maken voor iedereen. Toch? Ja, dat doen we. Hey Vera, daarnet zei Peter dat we het speelplein toegankelijk willen maken voor iedereen. Maar wie is dat juist? Iedereen? Iedereen, dat zijn alle kinderen, zowel met een beperking als bijvoorbeeld ADHD of in een rolstoel of slechtziend of met een sociale achterstand. Alle soorten kinderen dus. Hè. Hey Vera, wanneer is de volgende werkgroep? De volgende week is 27 november. Ah, oké. Okay. Hey Dries, nu heb ik alles gevonden waar ik naar zocht. Maar waarom moeten de animatoren nu naar de werkgroep inclusie komen? Wel Aline, eigenlijk is dat simpel. We hebben een heel aantal werkgroepen, stuurgroepen, maar eigenlijk is de werkgroep inclusie enorm kostbaar. Omdat dat net degene is waar wij onze werking voorbereiden om iedereen naar het speelplein te komen, dat die ook kunnen komen. En dat, daarom is dat heel belangrijk. Een tweede ding waarom het belangrijk is, omdat dat eigenlijk een toffe bende is die daar s'avonds nog iets kunnen gaan drinken, die tijdens het overleg zich ook eigenlijk kan amuseren, mee nadenken en dromen over hoe het kinderfruitspeelplein ermee moet uitzien. En er is niks leuker dan achteraf nog een pintje gaan pakken of een cola te gaan drinken, een frietje te steken of een Leo te eten. Dus op zich, iedereen moet komen. Dat is voor mij duidelijk. Inclusie. Hey, Hentje. Dag Eline, alles in orde met jou? Ja, absoluut. Ik heb vandaag alles gevonden wat ik zocht hier in Kefka. Maar misschien moeten we het toch nog eens op een rijtje zetten. Hè? Inderdaad, we moeten het misschien op een rijtje zetten. Waarom maken wij deze filmpje? Om jou uit te nodigen voor de werkgroep inclusie. Maar wat is de werkgroep inclusie nu weer? Wel, in de werkgroep inclusie gaan wij proberen het speelplein toegankelijker te maken voor iedereen. Oké, iedereen. Maar de vraag was, wie is nu eigenlijk iedereen? En wel, dat is zowel alle gewone kindjes, maar ook alle kindjes met misschien een beperking of die sociaal zwakker zijn of die een anderstalige nieuwkomer is, die pas in België is. Iedereen moet eigenlijk welkom kunnen zijn op het speelplein. Zwaar, hè? Absoluut, absoluut. Op 27 november om 6 uur organiseren we hier in Kefka terug een werkgroep voor inclusie. We hopen dat jij erbij bent. Dat jij erbij bent. Niet uw vriend, maar jijzelf. Alsjeblieft, please, kom. Kom, please, kom. Alsjeblieft. Kom, alsjeblieft. Please, please, komen.